Goedemiddag Sven, dag Jan-Jaap. Het is de eerste keer dat jullie samen zitten. Het is zelfs de eerste keer voor Jan-Jaap dat hij in de jury zit, denk ik. Ja, dat is spannend hoor. Ja? Ja. Ik heb mij voornomen om een soort gids te zijn vanavond in zijn juryrijk. Ja. Dus ik probeer alles te doen dat Jan-Jaap zich op zijn gemak voelt. Ook als er vragen zijn, laat ze gerust komen. Maar dit is het, dus waar we zo lang over gepraat hebben. Dit is de studio, hier zitten wij. Ja. Daar zien we een aantal prachtige fenomenen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om ons. Ja, gaat om ons. Natuurlijk een prachtig in stand gehouden tennisfenomeen. Ja. Dan hebben we een prachtige natuurfenomeen. En daarnaast het prinsessenkasteel van vertrouwen. En dan vlak voor ons hebben we een oude vervallen ruïne staan. Beschermd monument, hè? Ja. Maar zoals bij de meeste beschermde monumenten zijn ze er net iets te laat mee geweest. Het verval was al ingezet. Het is eender wie daar zit, die beledigen mij allemaal. Ja, dus wat verwachten jullie van de kandidaten? Ik zelf verwacht niet echt iets, maar met een beetje geluk zijn er straks twee in blijde verwachting van mij. Ja. 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 Ja, ik zie Xavier al. Ja, die wil wel, hè? Die slaat je wel in welke pot, hoor. Oh. Ja. Ja, ik vind trouwens iemand als Xavier Malissen, Erik, dat zou een voorbeeld voor u moeten zijn, hè? Ja. Ja, hij is in de tijd op pensioen gegaan op zijn hoogtepunt. Ja, ik weet het, ja. Als ik die kapsel zie, denk ik, Erik, dat komt ook ergens van, hè? Is dat niet van de gemeente Menen? Ik denk altijd, dat kun je toch niet menen? Wat moeten mannen doen om indruk te maken op jullie? Grappig zijn. Serieus, ja? Ja. Er zitten twee aapjes in het bad, zegt dat één aapje tegen de ander. En één aapje tegen de ander. Waar hebben we een ander aapje gezegd? Doe er dan wat koud water bij. Niet tof, hè? Nee, dat is niet tof. In de categorie rare uitspraak. Niet tof, hè? Nee, niet tof, hè? Maar wel gezellig, lekker met z'n allen. Ja, toch? Al die landen bij elkaar. Je ziet elkaar nog eens. Hé, hey, jij hier ook? Ja, ik hier ook. Wessels. Confrère, lieve vriend, mag ik u een glaasje aanbieden? Oh, graag. Fantastische wijn. Hè? Ja. Ik zou eerst mezelf geven, hè? Dan is de zuurstof eruit en ik ben Hollander. En hier is die voor u. Ik zou zeggen, proef hem eens. Deguste. Dan mag u even bepalen of het fijn is. Vul aan met een Zwitserse stad. De wijn is een beetje... Zurich. Zurich, inderdaad. Ja. Nee. Is het goede wijn of slechte wijn? Nee, hij is echt een beetje zuurig. Hij is echt een beetje zuurig. Ja. Maar ik vind wel het systeem zo steden raden vind ik wel heel plezant. Mag ik er eventueel nog eentje doen? Steden mag jij er nog eentje doen? Okay. Iedereen mag meespelen. Mensen in het publiek ook. Het is een dolle avond. Het is Ook eentje maar in te komen is goed, Erik. Ja, zeker. Mee. Ik doe hem eerst. Haast u eens. Allee, kom aan. Doe eens een Bekkenvoort. Ah ja. Iedereen is mee. Een ander. Als deze vriend te komen zit, kunnen zowel Belgische steden zijn als wereldsteden. Oké. Okay. Ja. Doe maar denken aan die keer dat ik met Jeroen Meus was gaan mountainbiken. We komen zo'n berg af en Jeroen Meus die durft niet door zo'n beek te rijden. Waarop dat ik zeg, awel, zet een bekke. Awel, zet een bekke. Bangkok. Nee, ik werd er echt een beetje duizelig van. Of enfin, als ik rechts sta, hè. Als ik... Sydney. Ik zou graag namens het hele publiek willen vragen. Hou op met je geur. Nee. Hou op met je geur. Basel. Ja. In Nederland wil de politieke partij de ChristenUnie wiet roken op straat verbieden. Voor ervaringsdeskundige Sydney, de blowende jongeman uit het filmpje, zal die wet op zich niet zo heel veel veranderen. De ChristenUnie wil dat blowen op straat wat verboden. Wat vind je daarvan? Het zou heel schadelijk zijn voor de mensen op straat. Je moet niet op straat blowen. Ik blow op de stoep.